I keep thinking about doing this every day. I said I'll do it on my phone anytime she walked away. So I. Yo kijkers van ShitHugSNL en leuk dat je allemaal kijken naar een nieuwe video van de Ajax Carrière Mode. En ja, de vorige aflevering hadden we natuurlijk in deze maand tegen Wilshire gewonnen met 3-0. Dat was voor de groepsfase nog. Toen moesten we tegen Cameroen wonnen we met 1-0. Tegen Duitsland wonnen we met 2-0. En we waren uitgeschakeld door Engeland met penalties. En ik zag veel reacties staan dat ik geen penalties kon nemen. Omdat ik alleen maar in dezelfde hoek schoot. En nee, ik dacht... De keeper die gaat toch niet telkens in dezelfde hoek duiken? Zo'n gedachte had ik dan. Want ja, dan weet je wel, dan schiet je naar links, schiet je de volgende naar rechts en dan duikt hij in de rechterhoek. Althans had ik in gedachten. Maar dat was dus niet zo. Sorry dat ik niet kon winnen met penalties. Ik doe mijn best, maar het lukt natuurlijk niet altijd. We zitten dus nu in de transferperiode. En de Eredivisie komt er ook onderhand alweer aan. We hebben natuurlijk wel wat versterkingen nodig. Daarom heb ik een verlanglijstje gemaakt. En ja, gaan we dan eindelijk een keer met geld smijten. De eerste keer dat we dat gedaan hadden was met Mnes, toen we veel gingen betalen. Maar in het echt Ajax heeft dan weer een talent van 19 gehaald. Dat is volgens mij vandaag confirmed. Een talent van ik weet niet welke land het ongeveer was. Maar het is in ieder geval een spits, een 19-jarige spits voor 5,5 miljoen of zoiets. Dus weer een jong talent voor een redelijk klein bedrag. Dus misschien moeten we maar eens wat meer gaan investeren in onze club. Ik heb hier... Nabiolien, die wil ik sowieso misschien wel gaan halen. In plaats van Dijks dan, als Dijks misschien wel wordt verkocht. Maar we gaan proberen Dijks gewoon bij de club te houden. En anders kan het sowieso als backup volgen. Sonny Strootman kunnen we misschien van PSV afpikken als iemand goed genoeg is. Marcus Hendriksen staat hier nog steeds. Dus we zullen zien. Marco Arnautovic zag ik in de reactie staan. En dat is op zich ook wel gewoon, dat zou mogelijk zijn. Want Arnautovic wil in het echt zijn contract niet verlengen bij Stoke City. En als Ajax toch bezig is met geld uitgeven... Kunnen we net eens goed proberen Marco Arnautovic voor die linker en misschien wel spitspositie te halen om mee te doen in de Champions League. Geraldo Becker staat hier nog steeds op. Is op zich nog best wel goed, 23 jaar pas, speelt bij Juventus. Maar ja, zal die spelen is de vraag, denk ik niet. Kunnen we terughalen, want Brown moet worden verkocht, zou ik ook in de reactie staan. Brown is gewoon niet goed genoeg. Een miskoop weer en weer, ja het is gewoon een miskoop. Steven Berghuis staat ook op dit lijstje, 26 jaar. En ik ben benieuwd of... Of hij goed genoeg is. Want dat, ja, we hebben hem nog niet gescout natuurlijk. Dan hebben we Nabil Gilas. Ik zei voor de grap. Nou ja, voor de grap. Ik zei in de vorige aflevering toen. Dat was enige moeilijke tegenstander die ik had. Dat was Porto met Nabil Gilas. Die toen 2 of 3 keer scoorde zelfs. En een goede spits dus. Hij speelt nog steeds bij Porto. Belangrijk van Celta Vigo. Nou ja, Celta Vigo of Ajax. Ik denk dat Ajax de betere ploeg is. Dus we gaan hem gewoon... ik ga gewoon gelijk informeren. En Mislav Orsic zag ik in een reactie staan. En dat is volgens mij ook wel een redelijke speler. Speelt bij... Speelt in China. Yeoman Dragons. Ik weet niet waar dat is. Volgens mij daar ergens in Korea of zo. In ieder geval, dit zijn de spelers die ik op dit moment op het lijstje heb. Zie je, zit jouw speler niet bij? Of denk je dat we nog een andere speler op dit lijstje moeten toevoegen? Laat het weten in de reacties. Nou, laten we gelijk maar wat boden uit gaan brengen dan. Hij levert waarschijnlijk tussen de 6 en 7 miljoen op. We gaan gewoon een bod uitbrengen van 6 miljoen. Ik bedoel, we hebben 100 miljoen. Laten we die 100 miljoen nou eens een keer goed gaan besteden. Want aan het eind van het vorige seizoen hadden wij 200 miljoen verdiend. Door al dus gewoon spelers beter maken en dan weer verkopen. Zoals Ajax in het echt natuurlijk ook doet. Dus het was wel realistisch. Maar we gaan gewoon in deze laatste, misschien wel het laatste seizoen, gaan we eindelijk een keer geld spenderen. De 2 meter lange Sonny Strootman die... Gaan we naar informeren. Dan hebben we Marcus Hendriksen. Die wil ik nog eigenlijk hier even houden. Dat is niet echt iemand die ik nou meteen wil hebben. Marco Arnautovic kost duur. Dit wordt een van onze top aankopen. Dus dat moeten wij gewoon veel voor gaan bieden. En dan heb ik een bedrag van 27,5 miljoen in gedachten. En dan hebben we nog steeds genoeg geld over. Dus Geraldo Becker gaan we naar informeren. Ik kijk eventjes hoe duur die man is. Hetzelfde geldt voor Steven Berghuis. Ik weet natuurlijk ook niet hoe goed hij is. Nabil Gilas staat in belangstelling. Ik weet ook niet hoe hoog die is. We hebben net geïnformeerd al, dus ik moet even afwachten. En Mislav Orsic doen we ook gewoon even informeren. Oké, Elmar Nabiolin is ook in gesprek met Mainz voor 6,5 miljoen. Daar moeten we zo meteen even naar kijken. Navraag naar Sonny Strootman, dat gaat hem dus niet worden. Oké, Steven Berghuis wil ze 8,5 miljoen voor. Dan heb ik misschien wel iets leuks in gedachten. Maar ik wil sowieso eigenlijk eerst weten hoe hoog die man is. Want ja, we kunnen wel nou weer een blinde gok doen en dan is het weer misschien een miskoop. Je weet natuurlijk niet hoe hoog die ongeveer is. Hij is sowieso wel 75 plus, daar ga ik wel van uit. Maar ja, is dat goed genoeg? Orsic,
20,5 miljoen. Nou weet ik niet of dit de man is, want we hebben al zo'n soort type speler met de naam Oleg Shatov. En veel van jullie wou ook dat ik Shatov gewoon ging verkopen. Dus ik weet niet of we deze man wel moeten halen. We beginnen in ieder geval met een bedrag van 15,5 miljoen. En we zullen zien wat ze daarop terug zeggen. Voordat ik het trouwens vergeet, Nemanja Gudelje is in de vorige aflevering, hebben jullie niet gezien, omdat het WK of EK natuurlijk was. Het WK, ja. En Nemanja Gudelje is dus verkocht aan Hamburg voor 12,5 miljoen. Dat hebben ze geaccepteerd. En ja, dat zullen we nou hier niet bij zien staan. Maar ook Hassen, onze keeper, is weg voor een redelijk bedrag. Dus dat hebben jullie niet gezien. Maar dat zeg nou wel even, want het is wel gewoon gebeurd. We moesten eventjes naar deze onderhandeling. Nou, kijk, hier kunnen we het zien, of niet? Verzonden. Even kijken. Geslaagd onderhandeling. Ja, kijk. Hassen is naar Zurich gegaan. En nu moeten we even wachten op verzonden. Zablin. 6,5 miljoen was. Had Mainz geboden. 6,5 miljoen. Dus wij moeten dan. Ja, we bieden gewoon 7 miljoen. We bieden gewoon 7 miljoen. En we zullen zien of Ruben Kazan dat accepteert in eerste instantie. En daar ben ik benieuwd. Dan hebben wij zometeen nog een wedstrijd tegen Mexico. Want ja, natuurlijk. Wij moeten gewoon een wedstrijd voor de derde of vierde plek. Maar ik weet niet of ik die moet weer gaan spelen. Want daar heb ik helemaal niet meer eigenlijk bij nagedacht. Dus ik denk dat ik hem gewoon ga simuleren. Want ik denk dat dat best wel in de weg zit nou voor de transferperiode en Ajax Career Mode. Dus dat gaan we gewoon simuleren. Ik denk, ben er wel van overtuigd dat wij gewoon kunnen winnen van Mexico voor de derde plek. Maar in ieder geval, Nabil Gilas is 36,5 miljoen waard. Dus dat is een pittig bedrag. Dan gaan wij gewoon bieden met 25 miljoen. We beginnen laag. Want dit wordt... Ja, we hebben twee topaankopen dus. Arnautovic en Nabil Gilas. Althans, dat zijn de topaankopen die we willen doen. En Becker kost maar 6 miljoen. Daar gaan wij gewoon... daar kunnen we ook natuurlijk gewoon... Brown mee ruilen. Plus 2 miljoen plus Brown. En dan zullen we zien of Juventus het accepteert. Dus ik ben benieuwd of Gilas dat accepteert. Ik denk het niet. Of in ieder geval de club van Gilas Porto dus. Maar er zijn twee topaankopen die we willen halen. Arnautovic en Gilas. We gaan gewoon eindelijk een keer geld spenderen. En dan wordt het misschien een beetje onrealistischer. Maar ja, het moet toch een keer gebeuren. Het moet gewoon een keer gebeuren. Arnautovic. Kijk, daar kan je ook allemaal spelers terughalen. Zoals Suarez en Ibrahimovic en zo. Maar dat vind ik dan net weer niet zo leuk. Waarom gewoon spelers terughalen? Oké. Okay. Volgens mij heeft Arnautovic wel eens in de Eredivisie gespeeld. Niet bij Ajax, maar bij Twente speelde die toen. Dus hij heeft wel in de Eredivisie gespeeld. Dus sowieso die ervaring. Misschien zouden we ook voor Pato kunnen gaan. Want ik zag laatst staan dat Pato de Eredivisie niet uitsluit. Hij sluit de kleinere Europese competities niet uit. Dus ja, als Ajax slim is, gaan ze er meteen op af natuurlijk. Want dat is gewoon een hele goede spits. En misschien wel de beste spits van de Eredivisie dan meteen. We geven nu al een cruciale rol. 100.000 salaris aan Marco Arnautovic. En Lucas Andersen konden wij misschien verkopen aan Sean. En dat gaan we ook gewoon doen. 11 miljoen is een prima bedrag. En dan hebben we geld erbij. En dan kunnen we misschien Gilas of Arnautovic van halen. Maar nu de wedstrijd tegen Mexico. Onze opstelling staat gewoon klaar. Ik denk dat we het ook met deze opstelling gewoon gaan doen. Weet je wat? Laten we wel onze sterkste opstelling erin zetten qua rating dan. Zivkovic eruit voor Van Persie. Dan hebben wij even kijken. Klaassen en Blind op het middenveld. Is er een betere middenvelder? Nee, niet higher rated. Dan hebben wij op zich, denk ik, dat het zo wel goed staat. Ja, Riedewald heeft een betere verdediger. Van Dijk is iets beter. Martins Indy is zelfs iets beter. Dus Martins Indy zetten we daar neer. En dan houden we het zo gewoon eventjes, denk ik. Ja, we houden het zo. En dan ben ik benieuwd of wij kunnen winnen van Mexico. Ja, dat moet toch eigenlijk wel met zo'n opstelling. Maar we zullen zien, we zullen zien. Ze hebben gewonnen van Tsjechië. Gewonnen van Argentinië. Maar zijn keihard onderuit gegaan tegen Brazilië met 0-5. We gaan skippen en winnen met 1-0 dankzij Arjen Robben. Dus we zijn derde geworden. Net als met het WK in het echte leven natuurlijk. In 2014. Oké, heel veel clubs hebben dus nu al geaanvaard. Ik zag serieus dat Porto geaanvaard had voor Gilas. Dat kan toch niet waar zijn? Gewoon 10 miljoen onder zijn waarde. Maar ja, het zal wel. We geven hem een rotatierol. Gerald de Bek kost wel 60.000 per week. Dat is best wel veel. Dus hij is sowieso niet slecht. Dat weten we dus al. Maar oké. Porto ervaart het. Prima. 2 jaar. Cruciale speler. Ik ben benieuwd of Nabil Gilas naar Ajax komt. Want je kan het ook heel onrealistisch noemen. Maar ja. Ik bedoel, als op FIFA zulke clubs accepteren. En Gilas die wil naar Ajax komen. Dan is dat toch geen probleem. Ossiets 15,5 miljoen. Dat accepteren ze ook gewoon. Want 90.000 salaris. Doen we dat ook gewoon. Cruciale speler.
Dan ben ik benieuwd. Ben ik gewoon benieuwd hoe hoog ze eigenlijk zijn. Steven Bergwijn zijn niet geïnteresseerd in Brown. Oké, okay, die doen we dus weg. En bieden we gewoon 6,5 miljoen voor Steven Bergwijn. Of Bergwijn zeg ik altijd, maar het is gewoon Berghuis. Nabi Alleen heeft geaccepteerd. Dus dan gaan we ook gewoon 50.000 per week, 4 jaar. Belangrijke speler denk ik bij hem. Want ja, Rochelle is misschien nog iets te hoog opgelegd. Fiorentina heeft 14,5 miljoen geboden. En volgens mij hadden wij meer geboden toch? 15,5 miljoen, dus no problem. Oké, okay, Lucas Andersen is verkocht voor 9,5 of ja, voor 11 miljoen, 9,5 miljoen aan ons transferbudget gereserveerd. En ja, onze eerste topaankoop is binnen, Marko Nautovic. Gewoon doen, niet meer nadenken. Niet meer nadenken, gewoon doen. We hebben topaankopen nodig. En Nautovic is er één van. Laten we eens gelijk even kijken naar de statistieken. Deze opstelling staat toevallig nog klaar. Even kijken, we hebben zoveel spelers, moeten allemaal nog verkocht worden. Nautovic, kracht, redelijk snel. Maar zijn dribbel is 92. Ontzettend goede speler. En die kunnen wij dus links en rechts voor kwijt. 4-star weakfoot, 4-star skill moves. Een prima speler. En ja, die kan dus zo bij ons in het team. En Oleg Satov is ook al 82. En dat is ook nog niet de slechtste. Dus die moeten we misschien ook maar gaan behouden. Maar als er een bod komt, dan zal ik er zeker over nadenken. Oké, okay, we krijgen weer aanbiedingen. Shrewsbury Town wil Jan Zeeman lenen. Nou ja, succes bij Shrewsbury Town in de volgens mij de Empower League 2. Of de, ik weet niet hoe je nou hem precies noemt. In ieder geval, Watford heeft aanvaard 6,5 miljoen voor Berghuis. Door 70.000. Belangrijke speler. Ja, we moeten wel. Als hij al belangrijke speler is bij Watford, dan moeten wij ook wel. En Nabi Alun heeft geaanvaard. Dus welkom Russische linksback. Of in ieder geval van de Russische competitie. Ik weet niet of die Russisch is. Zou best kunnen hoor. In ieder geval gaan we verder. En ik ben benieuwd of we nog meer dingen kijken. Becker heeft ook geaanvaard. Gilas, die wil dus waarschijnlijk meer salaris. Dan bieden we hem ook gewoon meer salaris. En dan hopelijk dat hij dit contract wel accepteert. En dan gaan wij flink investeren in de voorhoede vooral. Orsic heeft geaccepteerd. En ook John. Oh, ze hebben ook 15,5 miljoen van Marseille geaccepteerd. Dus wij moeten snel handelen met Orsic. Maar ik weet niet of ik hem wel wil. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Als wij Gilas binnen hebben en we kunnen Becker of Berghuis. Dan zit ik toch eerlijk te denken aan Becker, omdat Becker natuurlijk van ons afkwam. En die kunnen we dan terugkopen. Maar we krijgen nog een aanbieding voor Vaclav Czerny. Ja. Dat is ook wel een pittige. We gaan het gewoon niet accepteren. Maar ik denk, ja, het is zo klote dat hij zo weinig uittoningsvermogen heeft. Dat verpest gewoon om hem te gebruiken. Want ja, we kunnen hem wel gebruiken. Maar ja, dan is het maar een kwartiertje of een half uurtje. En dan is hij helemaal moe. Misschien één helft. In ieder geval, we gaan weer even trainen. We zullen zien of hij hem omhoog kan gaan. Omladic wil ik sowieso behouden als backup spits. Want Omladic deed gewoon in de voorbereiding ook heel goed. Dus die gaan we gewoon niet verkopen. Dat is gewoon heel erg onnodig. Ik weet niet of wij onze eerste wedstrijd gaan spelen in deze aflevering al. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Aangezien dat we heel veel transfers moeten doen. Davy Klaassen naar Hoffenheim. 45 miljoen. En misschien kunnen we Davy Klaassen wel gewoon bij de club houden. Hoe zou dat zijn als Davy Klaassen gewoon heel zijn leven bij onze club blijft. Steven Berghuis. Oké, voor Nabil Gilas bieden we dus 180.000 per week. Ontzettend veel. En de rest gewoon hetzelfde. Want we willen hem natuurlijk heel graag binnenhalen. En dan denk ik dat ik moet eigenlijk dingen vragen, denk ik. Want ik weet nou niet wat ik moet doen. Ik hoop dat jullie het nou ook niet erg vinden dat ik nou een beetje onrealistisch ga doen. Het moet er toch een keer van komen. En dit is toch waarschijnlijk het laatste seizoen bij Ajax. Dus Geraldo Becker of Steven Berghuis. Of misschien wel Orsic. Ik weet het dus niet. Ik denk dat het een redelijk korte aflevering wordt. Want ik moet gewoon weten wat jullie ook ervan vinden. Zullen we eens kijken. Frenkie de Jong is 6 weken uitgeschakeld. Oké. Okay. Maandelijkse scout updates. Wat een groot talent. Amankwa. Maar ja, hebben we er nou allemaal nog iets aan? Hebben we nog iets aan al deze talenten? Op dit moment niet, denk ik. Transferbinding voor Juninho Bruins. Leicester City. Ja, dat snap ik wel. Leicester City wel 70. Nee jongens, dit is onze eerste keeper. Ik zag ook heel vaak in de reacties staan. Haal een nieuwe keeper. Maar dat vind ik heel onnodig. Dat vind ik echt heel onnodig. In ieder geval. Ik wacht nog een paar dagen af. Even Gilas accepteren. Dat is precies wat ik nog wou doen. En dan hebben wij 100 miljoen. Of 100 miljoen. Hebben we minimaal 50 miljoen al geïnvesteerd in deze periode. En dat is prima. We gaan dus even kijken hoe hoog Gilas is. En dan ben ik benieuwd of Gilas een topaankoop was. En dat is hij. Waar is hij nou? Gilas, hier is hij. 81 rated. Kracht, snelheid, afmaken. Hij heeft alles gewoon wat je wil. 28 jaar. Helaas geen 4-star skill moves. Maar dat is niet heel erg.
En hebben we een topspits binnen. Naast Emnes misschien wel. Als Emnes niet wordt verkocht, hebben we twee topspitsen. Hebben we Klaassen erachter. Dan hebben we een ontzettend goed team. In ieder geval, Arnautovic is ook nog. En Jablin. Snel, ook gewoon allround, goede back. Dan zal ik zelf even de opstelling gaan maken. Maar ik ga dus denk ik de vraag achterlaten. Wie dan moet accepteren voor de rechtsvoorpositie? Berghuis, Becker of misschien wel een andere speler? Laat het weten. Stem ook in de straalpoll beneden voor de speler van de aflevering. Ook dat is niet nodig. Aankoop van de aflevering. Dat is vandaag de vraag. Aankoop van de aflevering. En dan, ik bedank je voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.